het winnende worstenbroodje erbij, denk je? Ik denk het wel. Wel, het is altijd hopen natuurlijk. Ik hoop het wel. Ik heb er altijd vertrouwen in. En als het niet goed komt, dan komen we toch goed. Dus zo gemakkelijk ben ik. Dus, Heeft u veel geoefend op deze worstenbroodjes? Op deze worstenbroodjes kan ik maar één keer oefenen. Het gemaakt ze maar één keer. Dus, Jeetje, alsof ze zo uit een bakkerij komen. Ja. Twee keer in de finale gestaan. In 2017 en 2019. En dit jaar het winnende broodje, denkt u, 3 keer een scheepsrechter? Laten we het hopen. Die zien er wel heel lekker uit. Ja, ze zijn ook heel lekker, hè? Daar hoort ik zo.